Ik zie vaak spelers op dezelfde manier trainen. Zelfde afstand, zelfde situatie, zelfde club. Nou, in het geval van Putten is dat niet zo erg. Maar steeds hetzelfde. En dan daag je jezelf niet meer uit. Want hoe vaak op de baan krijg je dezelfde put? Ik denk nooit. Dus varieer de training. Nou, een leuke oefening. In dit geval heb ik een wat langere put uitgekozen. Die ik gevarieerd ga trainen door bijvoorbeeld met alleen mijn rechterhand te putten. Dus ik heb de putter vast in mijn rechterhand. Maak de beweging en ik probeer ook echt die bal uit te holen. Nou, dat doe ik twee keer. Twee keer daag ik mezelf uit. En dat is het proces wat zich afspeelt in de hersenen. Door alleen maar te putten met mijn rechterhand. Waarbij de laatste bal, daar gaat het dan om, die speel ik met beide handen. Die speel ik op de manier zoals ik in de wedstrijd de put ook zou spelen. En natuurlijk kun je met deze oefening eindeloos variëren. Voeten tegen elkaar, handen plat tegen elkaar, alleen de linkerhand. Of je put en je kijkt naar het doel, of je put met ogen gesloten. Ben creatief. Het idee achter deze oefening is dat je gevarieerd traint, waardoor je hersenen zich blijven ontwikkelen.